Okay, I'm not. Yo mensen, welkom bij een vlog. En je zou denken van, what the fuck ben je? Op Andreas, what the fuck? En daar is Sherry. Wij wonen er in Brinnen, ja dat klopt. Maar ik ben even op bezoek bij Andreas en we zijn bezig om hier fucking een grote sneeuwpop te maken. En het lijkt, Mitchell vindt dat dit heel erg op een sushi lijkt. Tenminste, ik bedoel dit, hè. Glij weg. Maar dit is het begin van de sneeuwpop. En hier ligt nog een aantal stukken. En ik ben fucking moe. Maar hier ligt echt fucking veel sneeuw. Ja, hier nu niet, omdat het net helemaal hebben gerold en zo. Maar er ligt echt fucking veel sneeuw. Echt gewoon zo'n laag of zo ongeveer. Echt holy shit. Echt niet te geloven, joh. Kijk. Ik maak hier nu de eerste stapjes. Hey. Het is echt fucking dik, jongen. Dikke laag. La 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 la. Echt niet normaal, man. Ik denk dat mijn schoenen daar helemaal nat zijn en doorweekt. En de trampoline in ligt ook helemaal onder de sneeuw. Maar daar ga ik nu niet op, want dat is een beetje zonde, denk ik. Ik ben fucking moe nu. Van dat sneeuwrollen en zo. Dus ja. Ik ga even kijken waar Cher is. Even kijken of ze nog mee wil helpen met het sneeuwpop maken en zo. En hier ligt fucking veel sneeuw. Holy shit. Doordrecht lag niet zo heel veel, maar hier ligt echt knijters veel, jongen. Ik zweer. Ja, met zijn muziek. Super nice. Dus ja, ik ga even Sherry zoeken. Nou, we zijn dus bezig. Loop maar even mee. Holy shit, ik flikker bijna om. Maakt niet uit. Maar we moeten deze, in ieder geval, deze op die andere beeld krijgen. Oh nee, wat een beetje uit elkaar. Oh, shit. Oh, toen viel alles uit elkaar. Dat is kut. Oké, laat. Wow! Oké, dag sneeuwpop. We maken wel gewoon ingebouwd. Kijk, dit is niet de sneeuwpop die lekker mislukt is. Proppen. Poppen. Ik vind het hartstikke mooi. Poppen. Ja. Filmt hij nog? Ja? Filmt hij nog blooper? Wat is het hier prachtig in Bos en Duin, zeg. Heerlijk, een mooie schaduw van Sherry, you know, peace out, je weet toch. Okay. Nou, wauw, dit is gewoon een sushirol, gek. Ja, toch. You know. Sushirol, jongen. Marijn is gewoon net een klein kind, die gaat gewoon bovenop zitten. Nog ja. Even zijn hele lichaam. Bam, jongen. Oh, ik wist het. Hey, voor het toneel. Oké. Nu gaan we deze erop zetten. Moet ik je helpen? Marijn is een diehard, die kan dit gewoon. En toen viel hij weer uit elkaar. Fuck no! Oh, wacht. Zou ik het dan? Toen nee. Viel. Dag, sushi rol. Ik ga naar de klootje. Marijn, net of Marijn in zijn broek heeft geplast. Helemaal nat. Lekker toch? Zo. Gewoon met je lichaam erop boven knallen. Comfortabel. Juist, inderdaad, Marijn. Maar goed. Gewoon alles een beetje bij elkaar. Proppen zo. You know. Weet zelf. We gaan een mooie sneeuwpopje ervan maken. Moderne sneeuw van de wereld maken. Weet zelf. Je camera wordt een beetje nat. Kom denk ik door de sneeuw. Maar dat geeft niet. Als het maar een beetje is, is het niet echt. We gaan een. Ik wil eigenlijk sleeën, maar ik weet niet waar mijn slee is. Wat gaan we maken eigenlijk? Want het is niet echt meer een sneeuwpop meer. Het is gewoon meer een mislukte iglo. Ja, iglo is gewoon ijs en dat. Zo is het met sneeuw. Ook zelf heel. Of sneeuw moeten zijn.
Ja. Dit moet een ding voorstellen. You know, de ding. De berg. Wacht, ik weet niet of je het goed kan zien. Jezus man. Nou, deze berg moet een voorstellen. Je weet wel misschien wat ik bedoel. Dus dat gaan we een beetje proberen te maken, maar hij wordt groter, dus ja. En ik ben helemaal nat, check. Wil je even nog even foto maken? Ik ben fucking nat bij mijn broek. Dus ja. Nee, niet erop springen. Maar hij is toch zacht. Kill. En Sherry maakt een sneeuwengeltje. Chilling! Chillings! You know, beetje erbij. Sherry de sneeuwengel. Wacht, ik wil nog eentje hoor. Lekker toch? I'm dead. Yeah. You're dead. She's dead right now. Yo mensen! Volg Marijn op YouTube. Hoi. You know, Marijn is de best. Je weet zelf. Yo. Nou, we hebben een soort van gemaakt. Zelfpromotie van Sherry, nice. Hey, luister dan. En mijn broek zat voor mijn reet af. Like de filmpjes. Doe gewoon een lekkere reactie erbij. Zeg gewoon dat hij fucking zwek heeft, you know. Yes? Nog meer? You there. Nog meer? Like hem. Hoeveel likes? Hey, Sher. Huh? Ja hoor. Sher, hoeveel likes? Doe maar 1000. Ja, 1000 likes. Ik hoop dat we het gaan halen. Het zou misschien wel heel cool zijn. Maar ja. Dat is denk ik. Doe maar gewoon een like. Nice. Maar we gaan nog die berg afmaken, ja, toch? Berg, lul. Dat bedoel ik. Berg. Lul, slash berg. Dit ding. Lekker op Aline op zitten. Lekker. Lekker. Dus ja. Yeah. Let's begin with the dick, bitch! Lekker. Lol. Okay, let's go. Hij is een soort van bijna af, nog niet helemaal, maar. Tada! Onze sneeuwlul. Ja. Echt geniaal. Tadaa. Jij komt er nog met een hele grote sushi aan. Onze sneeuwdik jongen. Jeez man, die zag super groot. Dan Nienke, als je dit ziet, je cadeautje. Je kan dooms. Oh, die is echt fucking groot jongen. Juist. Zouden we er nog een moeten maken? Een lul en een fucking condoom, nou, alsjeblieft. En dan Sherry nog even een satéprikker aan het halen. Als het niet te lang duurt. Sherry, in plaats van een satéprikker pak ze een schroevendraaier of zo. Pardon. Nou, Nienke, alsjeblieft een pakje condooms. En een lekkere ding. En weet je wat zo grappig is? Kijk. Het is echt zo'n dingetje hier, die heb ik even net gemaakt, maar ik denk dat het met schroevendraaien wel helemaal goed komt. Holy shit. Het is wel een puntje, misschien een beetje veel werk gekost, maar dat geeft toch niet. Beetje aandrukken zo. Oh, heb je geen schroevendraaier? Nee, wel. Even. Ah, zo'n schroevendraaier, kijk. Dan gaan we even iets heel leuks doen. Dat is wel een beetje klein. Nu maken we een grote toch? Thank you.
I know. Ik weet niet of je het kan zien. De andere kant nog een beetje. Moet je het erop? Nee, hier moet je laten staan. Oh, dit is echt te geniaal. Dat moet je zien. Wacht, hij moet ook zo'n... Let op. Oh, maar erg. Maar echt. Echt, toch? Oké, dat moet even een beetje mooier. Oh my god. Zo lijkt het een beetje echt, snappie. Oh, sorry. Ik was niet goed kon zien. We maken een soort van ijssculptuur. Een 18 plus ijssculptuur. Oké, voor mij zit het wel goed zo. Oké, dat is goed. Wel meer ja, zo, tada! Een beetje de details bijwerken. Nou, Nienke staat voor je klaar hoor. Als dit geen lul is, weet ik het ook niet meer. En 2 pakjes condooms. Of wordt het 1 groot pakje? Ja. Ik help het. Nou, dit is dus de ice dick. Nou, die ballen moeten groter. Nee, de vorm moet groter. Dit is toch Jawel. Van een kleuter van 5. Dan maak je toch daaronder nog wat meer ijs. Of sneeuw. En die ballen moeten ook groter, anders is het geen lul meer. Maak die ballen 1. Ja, die moet je op die ballen zetten, jongen. Dan moet je erop zetten eigenlijk. Ja, die moet je op die ballen zetten. Dan lijkt het echt ja, veel groter. Oké, okay, ja, we maken hem. Hij wordt nog groter, dames en heren. Hij wordt nog groter. Toch? Ja. Yep. Nice. Oké, dus dit is nog een beetje zo'n kleuterlul, zeg maar. Jarmo is nu bezig om die 1 grote bal, om die kleine bal te zetten. Als het lukt. Hij maakt hem even kapot. Deelt hem door de midden. Weet je waar het op lijkt? Nou. Dat we zo'n sport aan het doen. Hij doet hem tot lekker. Ah ja, Sherry hakt nog even. Alles met de hakgroepte van. Oké, maar die. Ja, daar moet ook nog iets, ja, goed zo. Oké, maar die lul moet ook groter, hè? Lekker zo'n bobbelig ding. Ja, toch? Hij moet wel rond, hè, Sherry? Hij moet niet overhaal worden. Oké, okay, dames en heren, hij wordt nog groter, dus ik zie je zo meteen weer. Het is weer bijna ja, tijd om te gaan. Ofzo. Ik weet niet hoe laat mijn ouders, of tenminste mijn vader en zo komt. Maar die zou misschien op ieder moment kunnen komen. Maar het is weer bijna tijd om afscheid te nemen van Sherry en van Jarmo. Dus ja... Wacht nog even tot mijn ouders komen, want ik dacht dat ze al 4 zouden komen, maar het kan misschien langer duren. Dus ja, ik wacht nu nog op mijn ouders en dan zie ik hem nog, zijn nog in Breda. Tot zo. Misschien zie je me niet heel goed, maar dat boeit nu even niet. Maar in ieder geval kan je weer zien dat ik in Breda ben, of tenminste op de Beukhof, oftewel op mijn kamer. En ik zal nog een beetje een soort van... eindresultaat, zeg maar, laten zien van de, ja, sneeuw, lul, dik, hoe je het ook wil noemen. Dus kom nu even een fotootje in beeld, hartstikke mooi. Dan hoop ik dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Dat ik naar Andreas was geweest, mijn oude woning, echt super cool. En lag echt zo'n pak sneeuw, ongeveer. Maar dames en heren, hier is het allemaal alweer. Kijk, no snow. Er ligt geen sneeuw, helemaal niks. Ja, oké, okay. Misschien daar. Misschien daar zo, maar dan... Ja, dat zijn echt nog restjes, maar dat is dan ook het laatste beetje. Voor de rest is er helemaal geen sneeuw. Dus ja,
Want dit is allemaal onder de rivier. En als je boven de rivier daar naartoe gaat, of zo, die richting Utrecht en zo, dan ligt echt fucking veel sneeuw. En in Bos en Duin was het echt super mooi, super gaaf om te zien ook. Ja, dan hoop ik dat je deze vlog leuk vond. Vergeet hem niet te delen, te abonneren, een reactie achter te laten. En natuurlijk het mooie blauwe duimpje te geven, wat ik super fijn vind. En ja, wat Sjerit zei, ik weet niet of we zoveel likes kunnen halen. Maar het zal wel super tof zijn misschien. Dus ja, dan zie ik u weer bij een volgende vlog of video. Later mensen.